van vandaag hier met de heer? Ravenberg. We zien dat de groepen bestuursambtenaren zich vandaag hebben gebundeld hier. Wat is de reden daartoe? Het is omdat het bestuur is uitgenodigd door de vicepresident om te praten over een aantal punten. Eigenlijk punten waarover de regering reeds met de vakbond overeenstemming heeft bereikt. Er zijn reeds twee massieve geslagen die aangeven dat de regering akkoord gaat met onze eisen. Toch? En toch zien we dat de uitvoering ervan op zich laat wachten. En daarom zijn we hier om aan te geven dat we achter de uitvoering staan, de eis tot uitvoering, en zo snel mogelijk. We staan hier zo om ondersteuning te geven aan het bestuur bij dat gesprek straks met de vicepresident. En we willen ook aangeven dat het nu genoeg is dat er met de bestuursdienst of met de bond van de bestuurs, met de belangen van de leden van de bestuursdienst worden gesold. Daarom zijn we hier. En u mag weten, wij hebben al besloten dat we gewoon doorgaan met de acties. U ziet hier een deel van de mensen die in actie zijn eigenlijk. Het is nog geen echte actie, we zijn in beraad. Dat deel dat hier zo is, is ter ondersteuning van de gesprekken met de VP, zoals ik al eerder aangaf. Maar ook op de commissariaten zijn de mensen in beraad. Dat wil zeggen, er wordt niet gewerkt vandaag. Tot na dat gesprek. Dan weten we wat er gebeurt. Want ik mag u aangeven dat als we geen garantie hebben dat het wordt uitgevoerd, en wanneer het wordt uitgevoerd, als er geen zicht daarop is, dan gaan we wel platleggen, ja. En wat moet uitgevoerd worden precies? Er zijn missives van de Raad van Ministers geslagen die aangeven dat wij gaan akkoord met jullie wensenpakket. Dus uitvoeringsmissives, die moeten worden uitgevoerd. En wat is tot nu toe als reden aangegeven dat het niet wordt uitgevoerd? Dan moet u de minister van Binnenlandse Zaken vragen hoor, want die traineert dat ding constant. Die traineert dat ding. De minister van Regionale Ontwikkeling, Petje Afwaar. Ze heeft met heel veel voortvarendheid gewerkt en het ligt niet aan haar. Maar het ligt wel aan de minister van Binnenlandse Zaken die steeds weer die dingen terugstuurt. Dit is niet goed, dat is niet goed. En weet ik veel wat voor verhalen meer. Ze zijn zo legio dat je niet meer weet welke waar is en welke je moet geloven en welke je niet moet geloven. Dus het is de minister van Binnenlandse Zaken die moet aangeven waarom het niet wordt uitgevoerd. We zijn tot nu toe niet echt in actie gekomen. We zijn één keer eigenlijk een beetje op straat gekomen en hebben ons stem laten horen. En dat was, vorig jaar, maart, april ongeveer, daar zijn we even op straat gekomen. Toch? Om aan te geven dat, dat ding duurt te lang. Wij hebben het meeste geduld betracht. Wij hebben zaken proberen te doen zonder om bombarie te maken, zonder om, gelet op onze verantwoordelijkheid, zonder om op straat te komen, zodat we dingen in alle stilte, in vrede, gedaan konden krijgen. Maar dat wil men niet. Dus in vrede hebben we bereikt dat die missieven zijn geslagen. En men verwacht van ons dat we op straat komen, dat we dingen lam leggen. Ik mag u zeggen hoor, if a bestuursdienst go in actie, u go echt in actie, u tap alasani, dan wil ik zien wat voor dingen, wat er gaat gebeuren. De regering weet het. Ze kunnen het zich niet permitteren dat de bestuursdienst volledig wordt lamgelegd. Want ik kan u zeggen, het gaat niet alleen om de bestuursdienst deze bond. Het gaat ook om het administratief personeel. En als de bestuursdienst, de bestuursambtenaren alleen niet voldoende zijn om dat signaal luid te laten klinken daar in hun oren, dan gaan we ook het administratief personeel dan inzetten in die acties. Wat kan het effect van zo'n actie zijn? Kunt u me een schets daarvan geven? Dat denken we aan de economie, omdat alles doen wij als bestuursambtenaren. Alles bereiden we voor. Stelt u zich voor, meneer, wanneer de begroting moet worden ingediend,
gaat het eerst naar de bestuurskantoren. Snapt u? Alle commissariaten moeten hun deel van RO in ieder geval indienen. Straks moeten er dingen worden georganiseerd. Hoe noem je dat? Waar de bevolking wordt gehoord. Weet je? Die zogenaamde burgerparticipatie. Wie organiseert dat? De RR doet dat. Toch? De RR spreekt met die mensen. De DC spreekt. Maar het zijn de bestuursambtenaren die dat organiseren, broer. Snapt u? Wanneer men komt om de districtsbegroting op te maken, dan heb je wel dat de DR het moet doen, maar wie bereidt dat werk voor? Het is weer de bestuursambtenaar. Wanneer wij zeggen, we werken niet, dan ga je zien wat het probleem is. Als men het wil zien, dan gaan we ze laten zien. In het binnenland, daar zijn we niet alleen bestuursambtenaar, maar we zijn ook politie, we zijn ook militair soms. Want er zijn gebieden waar er geen politie voorkomt. Gaat u maar naar Lawa. Gaat u maar naar Tapanauni. Tewansani Psadrap. En dan na een paar dagen komt de politie daaraan. Snapt u? Gebieden zijn er waar de bestuursambtenaar alles is. En tegenwoordig, let in na foto, zijn we ook alles. U kent die beelden nog van begin van deze regering, toen de regering aantrad vorig jaar. Toen bestuursambtenaren werden ingezet voor verkeerscontroles. Bestuursambtenaren worden ingezet om voor schoonmaak en dat soort dingen. Dus laten we even eerlijk zijn hoor. We doen van alles. En wij worden al zo lang miskend. En dat moet nu ophouden. Het is genoeg. En de laatste keer dat jullie bij de VP waren, zijn er afspraken gemaakt. En niks daarvan is terechtgekomen? De laatste keer had de voorzitter een gesprek met de VP. Ik denk tot twee keren toe. En de VP heeft gezegd, nee, het gaat worden uitgevoerd. De minister moet het uitvoeren. Wie staat boven wie nu? Want de minister, die voert niet uit. Wie staat nu boven wie? Ze nodigen ons uit. Dit is niet goed, dat is niet goed. Jullie moeten het doen en we zetten iemand voor jullie. En die persoon die samen met ons het werk moet doen, die is er niet. Die is er nooit aanwezig. Die mensen van RO zijn er altijd. Wanneer we het hebben gemaakt, dan keurt hij het af op basis van het feit dat die persoon of die mensen die hij had ingezet of in die commissie of zo had geplaatst, ze waren er niet bij. Als jij valt, kun je jouw falen niet op de hele bestuursdienst afwentelen. Dan moet je het op jouzelf, op jouw manschappen doen en niet op ons. En hoe knap nanga? Ai, meneer Eind. Meneer Eind, hoe je weer protesteert, maar dit is namelijk dat eigenlijk Uliba kantoor er koreemt ook knap in afwijzen? Ja, Uliba kantoor, omdat je schreef, als je de situatie naar kondre. En we kunnen niet zo verder gaan. Als salaris niet laten toe, alles wordt duurder. De meitak de mouwen harte goed belangen, maar er wordt niets aan gedaan. Daarom hebben we een stap genomen voor Konjaso. Hoe gaat het goed belangen? Oké, maar nu de knap bakken wel gesloten poort, zei ze eigenlijk. Ja, de bestuur gaat naar inzi, a bond, voor onderhandelen aan vice-president. Dus daar wachten we nu op antwoord. We hebben ook een service toch oligualook toe, alles aan dieren. Want het salaris. De mij tak de mij doe maar de manier. Doe dus. Dan alles wel leggen lam. Met de maas heeft zich ook ernstig bezig. Maar abonde bezig toch hoe aan je wakker? Ja, maar dan alles abonde de constant bezig. Maar er komt er niets van terecht. Het blijft alleen bij praten. De man moest werken mee. Ja, want we hebben nu alles. Kijk, alles is nu omhoog. Je kan niet zelf aan het werk gaan. Vervoerstoelagen, alles aan schwakkie. Huurtoelagen, alles aan schwakkie. Dus de man heeft het goed nu. Oké, okay. En hoe lang we maar doen, hoe lang we knap ja eten? We knap telek, de man komt bakken en die unu asein, ze omus doen morofara. Zo niet gaan we door met de actie. Om feti en voor je uitschrijf, want hij alle de bestuurs ambtenaar voor, hoe kom op, hoe belangrijk, hoe weinig, voor zo'n beetje ambtenaar is dat de, hoe zwak. Dat mijn botak is om ze eigenlijk, want
Ala district abito. Agers des mij verder kon op gide balanga ma. Ti abalang kon da alas mij beriti. Mami, ik kan alas ma op fukong. Fuko op gien balanga wa tu shwakino de. Ano door wan barkis mami deng de jados. De mansa da oso mek de maka stratiere. Want wa befano du. Maar dus die zijn alle mensen de aangesloten hebben. Ja, we hebben een paar groepen voorlopig voor Luko van Asanogo. Maar we wachten voor Luko Morofara. Maar dat is een ding dat organisatoren zijn. Wat kan zo doen dat alle mensen door? Nee, dus Asanogo in alle jesi directo. Asanogo Ivo, Asanogo direct in alle jesi. Waarvan, waarbij toe. Ano alas masap taku de jaso. Maar ook go. If de man kon leggen hoe uit het komt, goed, het ziet er goed uit. Minder de façade dateren. We willen maar één ding horen, wanneer wordt het uitgevoerd. En als ze dat niet komen zeggen, dan gaan ze weer naar binnen totdat ze terugkomen met wanneer wordt het uitgevoerd. Udami! Udami! Arigel. Want if dat no man, dat een euro komoro, zolang de mano paio amoni dati, een euro komoro. Zolang de mano kon, utegemoet, na uitvoering, een euro ko. Strijd of strijd. Wino safrede. Strijd of strijd. Garo na wie feest. Het heeft te lang geduurd toch. Het heeft te lang geduurd. Terwijl het gras groeit, sterft het paard. Sinds 2018 zijn we onderhandeling. Er is een akkoord bereikt met de regering van Suriname. Twee missives om dat ding uit te voeren. En nog moet je weer onderhandelen om die missives uit te voeren. We zijn niet in een bananenrepubliek toch? Hou op. Zien ze ons als joke? Als een ander joke. Het heeft de schuwelijk joke dat we zorgen dat nou een ander joke naar ergens. We spelen niet. Washing up asa. Chupoka pesi, chupoka baka modo awasa. Modo yana gimme. Modo ifutu gimme. Modo lafu, modo dashi, modo ibaka gimme. Wodo na bigi. Bata ike tigili. Shimi ifutu boli wata. Awe shigili. Dawe modo. Dawe modo. Dawe modo. Dawe modo. Ala de oma modo. Dag Holland, ik wil daar komen. Holland. Ik pinaar hier als een raad. Teana, wogoluku na kulturu teife, tam sabaka gang, de Canada pe wang, yeah. Hey for it new, goluku pchi new, kulturu nyusu, paste fastratis refbuntu, unde baniu, sa def arkina new. Vastratis resbuntu Suriname zo een hele klan Mako depti hele kwan Weshi alas mai sari Alas mai bari Mae fu bondru kwa wang Tak wesre kama masranang Beno wansoma no abif kwari No abif sari Yeah Baya kriyoul ya fans of shini Esha idoul in the stance of enemies Dambo taki on the right place Different colors, one stage Go go go, be alo ve gro Be we lafu anta I guess tak I go Be koro sinang alay take blow Yeah Be ko horde gi abina follow Be deskapu
qua so so man en sa biggie biggie. No. We go axa for luck if the loba bolet. We go arga problema for the sma in the wake and we libi shwiti. So long as I pay you the we swing committee. Yeah. Druk tap alleen met uw stelling op prijs. Sterker kan wel, want United zijn wij. We kunnen gemeenschap, we doen roko, maar de na gereedschap. En we die almighty thanks en praise tak. Tak in de wiki nou in dat eerste leesblad. We zijn beleefd, schat. Statistieken schrijven overweeg dat. Ja, had je iets tegen in je keel gehad. Biet qua door om je schat, want je weet dat. No fake, no joke, ya año su prespari. E fubon drukwa wanda mine kouda ushwari. Ya año su nesari, why begin te wan klari. To skrite and share, make the fans fi arki. Ya weli bu no prati, u ape ine in parki. We de tapat strati, ka kwang ai kragi. U de borai dwen, aksa falok fai kwang ade steiging. E fu vergelijk ding, u ababo weis dwen. Da u ka forweis ding, go na beleis ding. A probleem van volk na de stijging. Dat bekweet aan mij dat volk voor de taas ding. Want hoe poeer ik om af voor de kotjes geen ding. En hoe goed naar de ving. Tijd voor iets nieuws. Stoluk op je nieuws. Kultuur unionsu. Pas te vast gratis respuntu. Ude benieuw. Sadef arkina nieuw. Culturu nyunsu, paste fastratis respuntu.